Ja, wat is ons houvast nog in het leven, vrienden? Wat is ons zekerheidje nog in het leven? He, waar we op kunnen vertrouwen? Ja, want met al het nepnieuws en alles om ons heen. En al die twijfel die je hebt. En dan worden we nu overvallen door het grote nieuws. Dat we kunnen ook spoorloos niet meer vertrouwen, vrienden. Dat slaat toch werkelijk alles onder onze voeten weg. En dan, wat moeten we nou nog? Dirk Bolt, die kunnen we niet eens meer vertrouwen. Nee. Heb je het gelezen? Heb je het gehoord? Ja. Die moeder. Er was eentje op zoek naar de moeder. En het bleek helemaal geen moeder te zijn. Nee. En er was er een op zoek naar een halfbroer. Die was toch helemaal niet. Helemaal niks. Niks half. Helemaal niks de helft. Was totaal geen broer. Ja. Nou goed. En hoe gaat dat dan? Bij zo'n programma. Daar gebruiken ze een. Dat noemen ze dan in, bij de tv. Een fixer. Dat is een regelaar. En die heb je dan zitten. In hun geval dan bij Spoorloos. Altijd in Colombia. Want ja, die Dirk Bolt die woonde ongeveer in Medellin. En ja, daar begon hij altijd. En dan had hij die regelaar, die fixer. Die had natuurlijk alles al in beeld. En die wist precies waar die mevrouw zat. Die moeder. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, dan moest onze Dirk nog eventjes het toneelspel opvoeren. Nog even hier vragen. Ja, weet u waar ze woont? Nee, weet u waar de zuster zit? Nee, ook niet. En nog een keer vragen, en nog een keer vragen. En dan weer zo'n bevolkingsregister in. Nou ja, goed. In ieder geval, dat was allemaal toneel. Want die regelaar, die had die fixer, die had het allemaal al helemaal in kaart. Maar wat blijkt, de fixer is dus uiterst onbetrouwbaar. Ja, ja, want wat doet zo iemand daar in Zuid-Amerika? Ik denk dan alleen maar bij mezelf. Die regelt gewoon iemand als zijnde de familie. Ja, en dan klaar. En dan wordt er natuurlijk door de Nederlandse familie geld overgemaakt aan de zielige familie te Colombia. En dan, doet de fixer, die doet ook nog eens een keer voor 50% mee. Nou, in ieder geval, zo is dat natuurlijk gegaan. Maar de grote vraag is hier natuurlijk, maar dat is volkomen duidelijk. We hebben hier te maken met een gevalletje gemakzucht. Ja, schuine streep, lui. Want als je er niet bovenop zit, en dat is met alles zo in het leven. Maakt niet uit of jij nou een restaurant hebt, of je zit in een bouwbedrijf, of weet ik veel. Je moet er altijd bovenop zitten. Dan weet je zeker dat dingen goed gaan. Je kan het toch niet zomaar weggeven aan een fixer. En als je nou in de business zit van familie herenigen en noem het allemaal maar op, zou je dan misschien niet DNA doen? Ah, ja, ik noem maar wat hoor. Ja, dat je eventjes met zo'n staafje, wangetje, hup. En wangetje, hoehoe. Ja, even controleren. Ja, nee hoor. Nee. Armpjes over elkaar. Gemakzucht, lekker lui. Jongens, we gaan eventjes weer naar Colombia. We doen weer eventjes net alsof we het niet kunnen vinden. En daar komt onze Dirk weer aan bij tandeloos vrouwtje in een armetierig huisje. Ja, en dat was spoorloos. Maar goed, dat was ons vaste gegeven 30 jaar lang op tv. Daar konden we dan toch wel op vertrouwen. En dat nu, vrienden, zijn we in één klap helemaal kwijt. Ja, laat het even op je inwerken. Je kan Dirk Bolt niet meer vertrouwen. Ja, straks. Straks wordt het nog erger. Dan blijkt gewoon, ja, en daar ben ik nu al bang voor, hè. En jullie ook. Ja, straks blijkt gewoon dat, ja, dat bij familiediner, dat die mensen ook helemaal geen ruzie hebben gehad. Nooit. Ja, oh, kun je je voorstellen? Dat je ook die zekerheid, ja, ook dat houvast, ben je dan kwijt. Ja, en dan kunnen we ook Bert van Leeuwen. Ook niet meer vertrouwen. Vrienden, er zijn sombere tijden.